Ilse gaat 5 challenges tegen mij doen en voor elke challenge ze wint, krijgt ze 20 euro. Maar omdat Ilse natuurlijk slecht is in voetbal, gaan we doen dat ik bij elke challenge waar ze tegen mij moet opnemen een handicap krijg. Oftewel heeft ze genoeg kans om geld te winnen. Gaan we nu naar de eerste challenge. Voor de eerste challenge gaan we weer vrije trappen nemen en daarvan moeten we er 5 raken van de 15 vrije trappen. Oké, dit wordt mijn eerste schot en ik ga gelijk scoren. Even inschieten, dankjewel Ilse, maar ik ben niet warm, maar ik kan wel meer hebben dan dit. Er liggen nu 2 ballen achter elkaar. Die ga ik tegelijk, althans, 1 voor 1 schieten. En dan, dat ziet Sam niet aankomen, dus dan ga ik sowieso scoren. Let op. Heb je dat 1 keer dan? Oh ja! Yeah. Ik ga nu met mijn rug naar haar toe staan en als ik hoor dat ze gaat schieten, dan pas mag ik omdraaien. Dus ik maak het echt moeilijk voor mezelf. Oh nee! Nu gaat het goed, let maar op. Ik ga gewoon nog een keer doen. Ik heb zo vertrouwen in dat het toch wel lukt. Ik ga het gewoon weer doen. Nu gaat het goed, let maar op. Oké, jongens, Ilse is toch wat minder goed dan ik had verwacht. Maar dat maakt niet uit. We hebben nu nog 4 schoten en er staat 11-1. Zo. Wat doe jij? Ja, jij maakt me belachelijk. Ja, ben. Oké, als ze er nu van de 4... hoeven ze er nog maar 3 te scoren. Oftewel nog 2 moeten ze er raken en dan is het ook goed. Oké. Dus 3 uit 15 eigenlijk. Oh, dat was een goed schot ook. Dat was echt een goed schot. Ah. Deze heeft nog 3 schoten en daarvoor moeten ze er 1 raken en dan heeft het ook goed. Nu ga ik geen idee doen. Over. Oh. Oké, voor de laatste ga ik gewoon dit doen. Kom maar. Ja? Kom maar. Vier. Yeah. Nee. Oh. Als dit 750 likes had, dan ga ik met Ilse weer een video opnemen. Dus wil je dat Ilse terugkomt, like dan de video. 750 likes. Voor de volgende challenge. We gaan nu door naar de core challenge, oftewel indraaien. Alleen, ik moet het gaan doen met rechts. En jullie weten, mijn rechterbeen is heel slecht. Ilse is rechts. Dus zijn ze er voorsprong mee. Dan gaan we kijken hoe jullie gaan winnen. We hebben per afstand ook 3 kansen. En jij mag eerst beginnen, want jij bent de dame. En dames gaan voor, hè? Kans 1. Nou. Maar ik kan nog indraaien? Nee. Mijn beurt, rechterbeen. Kom ik aan. Oh, paal! Oh. Hij was ook niet heel mooi geweest, maar hij was wel dichtbij. Kans 2 voor Ilse. Boom, met rechts! Ja! Gewonnen! Let's go! Maar Ilse heeft nog 1 kans. Als het er nu raakt, is het 1-1. Dus hij heeft nog 1 kans. Concentreer, hij komt niet per se hoog, hè? Nou? Oh! Nou, gefeliciteerd, je hebt hem ook gehaald. Nu gaan we door naar de 16 meter. Ja, we beginnen. Kijk eens aan! Waarom ben je zo verbaasd? Huh? Je bent er goed? Ja, tuurlijk. Okay, ik ben er niet verbaasd hoor. Nu mag ik weer? Ja. Ik weet niet waarom ze zo verbaasd zijn, het is super makkelijk dit. Kijk maar. Oké, okay, maar dan moet je wel in 1 keer raken, ja, dan hè? Ja, dat is geen probleem. Oké. Okay. Dan zijn het gewoon doorlopen. Door naar. Ja. 5 meter, boom! Hij draait! Oeh, net mis. Jammer. 5 meter lijn is altijd mijn specialiteit. Kijk maar. Die was echt heel slecht. Die kan er echt niet in. Oké, okay, daar hoef ik niet eens na te filmen, ik weet dat het niet misgaat. Maakt niet uit, we hebben allebei. Annie, je hebt nog 1 kans. Nog 1 kans, ja. Nu mag Ilse de laatste kans. Oké, okay, als ik hem raak, gelijk spel. Dus dat moet ik hebben. Voor deze challenge is Ilse even een keeper. Ik ga zo meteen 6 verschillende items over haar heen gooien. En dan moet ze hem wegslaan. En dan moet ze eigenlijk dus een goede reactie hebben. Lukt dit haar 4 van de 6 keer? Winst 20 euro en ze heeft maar 5 kansen. Dus laten we gaan beginnen. Oké, okay, eerste kans. Kijken of ze wat opbakt. Ik denk niet, maar oké. Okay. Dat is maar 3 gehaald van de 6, dat is net niet genoeg. Eentje meer. Nu gaan we beginnen met de volgende ronde. Ja, daar gaan we. 3! Heb je hem? Nee! Ja, je had het toch? Ja, ik had hem. Telt dat? Ja, dat is wel. Dat is makkelijk op zich, ja. Ja, maar het ziet er wel echt raar uit zo met 2 handen. Ja, klopt, maar je deed het wel goed. Het gaat gewoon als je hem raakt. Dus de eerste keer had je er al 3, die was al goed. En de tweede keer had je er 4. Of we hebben het gehaald, nu gaan we dan door naar de volgende challenge. Voor de ene laatste challenge gaan we allebei 5 penalties nemen. Ilse mag ze gewoon nemen als hoe ze wilt nemen. Alleen,
Voor mij mag ze bepalen hoe ik moet gaan schieten. Dus voor mij wordt dat heel erg moeilijk. Tot nu toe heb ik 40 euro verdiend. Ik wil er eigenlijk al 60 van gaan maken. Ik vind dat ik wel 3 penalties moet gaan scoren van de 5. Maar dat is wel lastig tegen Sam. Dat hebben we net wel gezien. Maar ik ga toch mijn best doen. Nummer 1. Topkin. Ja! Oké, nog 2 penalties. Ik moet er dus nog 2 scoren. Het wordt lastig, maar ik ga gewoon hard in de hoek. Eentje, doe ik voor jullie. Ja! Oké, ik heb dus 3 gehouden. Niels 2 gescoord. Nu gaan we wisselen en dan mag zij bepalen hoe ik ga schieten. Oké, ik heb een blinddoek meegenomen van thuis. Dus zij moet met een blinddoek gaan schieten en dat gaat sowieso mis. Maar dan kan ik hem misschien nog houden, dan maak ik nog kans. De volgende is met je verkeerde been. Met rechts dus, oké. Ja. Die moet ik gewoon kunnen maken. Die moet ik gewoon kunnen maken. Oké, de volgende is met je normale been, maar 1 voorwaarde. Je mag niet op je allerhardste schieten. Oké, is goed. De volgende is met een hakje. Yes! Wat een goal in de hoek, zelfs beter dan mijn penalty met mijn normale voet. Nu gaan we naar de laatste. Je moet 5 rondjes draaien en dan gelijk aanlopen en schieten, ja? 1, 2, 3, 4, 5, rennen! Ik zie het allemaal. Oké, jongens, ik dacht dat nu Iels had gewonnen, maar het is natuurlijk gelijk spel. Dus we gaan allebei 1 penalty nog nemen en dan eigenlijk is gewoon wie die scoort, die wint. En wat moet ik nu gaan doen? Net ging het met 5 rondjes wel redelijk goed. Ja. Maar nu moet je de 10 draaien. Oh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, rennen! Oh, wat een fout! Die hoek ging, maar dan sta je helemaal vast en dan, nu lijkt het alsof ik niet goed keepte, maar ik sta helemaal vast. 60 euro dus voor Iels. We gaan nu door naar de laatste challenge en dat is wie als eerste het lat raakt, die wint eigenlijk. Dat is het gewoon. Allebei onderwerp schieten, alleen ik moet met een blinddoek weer op. Dus ik moet dat blinddoek weer opdoen. Want jij hebt het lat schieten met een blinddoek? Ja. Oké. Okay. En als jij eerder doet, dan win jij. Als ik het doe, dan win ik. Let's go. Gaan we schieten, daar gaat ze. Boom! Oh, net niet. Blinddoek op en dan gaan we weer. Oh! Hij was echt net. Was hij net niet? Nee. Oh, ik hoorde het letterlijk denk van, oh, dan was hij wel goed, maar helaas gemist. Tweede kans voor Iels, dan gaan ze hem raken. Boom, ziet er goed uit. Oh, je raakt hem. Yes, tweede kans, dat is echt goed. Ik heb nog maar 1 kans nu dus. Als ik hem nu mis, heb ik gewonnen. Ja. Ik moet hem raken, raak hem niet, heeft Iels 80 euro gewonnen. Bijna. Nee, ik hoor dat hij slecht ging, niet goed. Hij ging over de grond. Als wel, Iels heeft 80 euro gewonnen. Iels heeft gefeliciteerd, 80 euro. Dankjewel. Willen jullie vaker Iels zien, laat het weten. Duimpje omhoog, abonneer, smiel zien en dan tot de volgende keer. Doei! Later!